Goedemiddag, ik ben Sharon Verbrugge, tweede eredame van Miss Elegance en vandaag staan we hier op de persvoorstelling in Gent. Bij mij staat finaliste Ellen. Dag Ellen, stel u eens kort voor. Goedemiddag, mijn naam is Ellen. Ik ben 21 jaar en afkomstig uit Blankenbergen. Ik doe mee aan Miss Elegance omdat ik graag een nieuw doel voor mezelf wil stellen en nieuwe vriendschappen wil sluiten. Nieuwe vriendschappen. Wat vinden jouw vrienden thuis of jouw familie hiervan dat je meedoet aan een misverkiezing? Ze steunen mij hier heel hard in en daar ben ik hen ook heel dankbaar voor. Ze hebben het altijd gedaan. Ze hadden het wel nooit verwacht van mij, maar bij deze. Chapeau dat je het doet dan. Wat voor hobby's doe je? Ik speel voetbal in De Haan. En voor de rest werk ik heel veel en ben ik veel bezig met mijn neefje en mijn metekindje. Voetballen, dat is nu niet echt iets wat je bij een meisje zou plaatsen die meedoet aan een misverkiezing. Hoe ben je erop gekomen om te voetballen als meisje? Ja, het is gewoon gebeurd. Ik doe dat graag als hobby. Ik ben er geen superster in, maar het is eigenlijk gewoon om een uitlaatklep te hebben. En op die manier lukt dat wel. Ik heb nog één vraagje. Stel dat je de lotto zou winnen, wat zou je doen met al het geld? Ik zou meestal vooral een huisje kopen en de mensen die me dierbaar zijn ook een zetje geven. En dan voor de rest ja, een gezinnetje starten en van het leven genieten. Huisje, tuintje, boompje dus. Dank u wel. En een kindje. Dank u wel voor het interview.